Hoi Roelof, we zijn hier in Bollen bij Netcar. Bollen heeft ook betere of slechtere tijden gekend. Wat ging er door je heen toen je hoorde destijds dat Netcar dicht zou gaan? Ja, een hele schok voor mij persoonlijk, maar niet alleen voor mij persoonlijk, ook voor de meeste ouderen die hier werken. Toch al 20, 25, meer dan 30 dienstjaren hier en dan in één keer van zonder werk, moet ik gaan solliciteren. Wat nu? Nu is de fabriek weer open. En kan ik ook de vraag stellen, wat betekent dit toen je hoorde dat Netcar gered werd? Ja, een hele geruststelling. Het solliciteren hoefde niet meer. Of niet solliciteren, we waren verplicht te solliciteren. Maar goed, ja, je weet, je kreeg de garantie tot je terug kon. En dat was voor iedereen toch wel een opluchting, ja. Oké. Wat gaat de Partij van de Arbeid doen voor de werkgelegenheid in Limburg zeker te stellen? Daar waar banen in gevaar komen, kunnen mensen rekenen op de Partij van de Arbeid. Net als hier is gebeurd bij Netcar en Bollen. Samen werken aan Limburg. Stem 18 maart, Partij van de Arbeid.